Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video. Ik begin deze video weer met een reactie en ik kom nu in beeld. En in de reactie stonden een paar spelers die ik misschien wel interessant zou kunnen zijn. Ik heb die dan hier in de transfers toegevoegd in de beide verlanglijst. En hier hebben we ook nog wat van deze vrije spelers die we misschien eventueel kunnen toevoegen. Deze lijkt me wel goed. 5 jaar is goed. Afkloppen zullen negeren. Ja, zo goed. Welkom in ons team. En nog een Spaanse verdediger. Kan ook wel interessant zijn als extra verdediger. Ik heb mijn 1.2. Ja, daar gaan ze mee akkoord. Ja, alle teams spenderen wel veel geld, zie ik. Of toch wel de meeste. Dan wordt het dus afgelopen en dan kunnen we volgen naar de volgende wedstrijd. Laten we beginnen tegen Utrecht. Oké, we moeten dus een uitwedstrijd spelen in Utrecht. Hopelijk kijk ik deze wedstrijd wel beter spelen dan in de vorige video, want in de vorige video had ik 2 keer een voorsprong uit handen gegeven. En hier zijn we door. Afwerken. Ah nee. Oh jee. En we staan al achter. Het duurde niet heel lang. En Utrecht scoort al. Door de benen van mijn keeper. Dus afwerken. En de gelijkmaker. Het duurde niet heel lang voor we gelijk maken. Bam. Mooi, paal binnen. Oh nee. Dat ziet er niet goed uit. En we staan weer opnieuw achter. Bijhouden. Oké, okay, nu is het goed. Afwerken. Ah, oh, nee, jammer. Oké, okay, nu is het aan Silva. Oké, okay, misschien beter passen. En nu afwerken. En de goal. 2-2. Maar ik wil hem toch nog gelijk. Nu nog het winnende doelpunt proberen te maken. Oh, is dat fout? Oh nee, ze krijgen strafschop. Oh, we hebben hem. Oeh, ben ik even blij mee dat we die hebben. Ja. Oké, we komen over op voorsprong. De 2-3. Nou, als we een trapschop missen, scoren wij. Oké, nu alleen op doel. Oeh. Wow, even veilig spelen, de 2-4. En hat-trick, denk ik. Oh ja, Verscharen. Oh! Verscharen heeft Utrecht in Verscharen gehaald, bedoel ik. En hier nog een goal. 3, 4, 7 doelpunten in 1 wedstrijd. Nog de laatste kans voor Utrecht. En we onderscheppen de bal. En het is afgelopen. We winnen dankzij een hat-trick van deze speler. Nu moeten we dus spelen tegen mijn ex-team Eupen. Ze staan op dit moment. Even kijken in de ranglijst. Oei, ze staan voor laatst, dus het is niet heel, gaat niet echt heel erg goed met mijn next team. Mooi. En ze scoren ook al meteen. Wie is het die scoort? Ja, het is de Amerikaan die ik voor Eup had gehaald die scoort. Misschien moet ik hem dan weer halen naar Oostende. Scoren! Ja, school! Oh, even bang. Ik was even bang dat hij nog naast het zou gaan. Maar het was paal binnen 1-1. Goed geblokt. En weer een goal voor Eupen. Ai ai, ziet er niet goed uit. Weer gaan met de goal. Oké, Eupen, passen zijn gevaarlijk. En ze scoren weer 1-3. Ziet er niet goed uit.
Oh, de paal, dat meen je niet. Kans. Oh, de redding van hun keeper. En we verliezen 1-3. Ai, ai, ai. Ik denk dat ik deze wedstrijd gewoon niet ga simuleren tegen Twente. En we winnen met het kleinste verschil. Oeh, Club Brugge komt eraan. Dat wordt ook de laatste video, de laatste wedstrijd van de video. Oeh, Club Brugge komt eraan. Dat wordt ook de laatste video, de laatste wedstrijd van de video. Brugge staat op dit moment. Even kijken. Oh, ze staan eerste. Moeten tegen de nummer 1 spelen. Oké, dat wordt een lastige. Wordt een heerlijk lastige. Maar ik heb er wel veel zin in. Ik verwacht dat we verliezen, maar ja, we gaan toch alles proberen te geven. Oké, al vroeg in de wedstrijd de kans. Scoren! En een goal! Oeh, heel vroeg in de wedstrijd. Mooi gedaan van ons. Dan zeg ik het zelf. En het duurt toch niet lang of Club Brugge scoort. Hier zie je herhaling. Kitaze. En 2-1 voor ons. Kunnen we weer bal. Nu de kans. 3-1. Het gaat wel goed tegen Brugge. Hij heeft al 10 doelpunten de laatste 8 wedstrijden. Hier Silva weer. Kan nu scoren. En dat doet hij ook. 4-1. Een hat-trick tegen Brugge. In 1 helft. Ik denk dat we deze voorsprong niet meer weggeven. Passen. En ze scoren nog. De 4-2. Hier Silva is snel. Hij is heel snel, hij is voorbij de Bruggeverdediging bijna. Kan hij nog pasen? Nee. Silva weer. Gaat hij weer langs de Bruggeverdediging? Ja, dat doet hij. Pasen misschien nu. En nu afwerken. Alles buitenspel. Oeh, nog een save. Oh nee, dat doe je ook. Oh, moet je wel nu heel erg oppassen. Onze verdedigers beginnen ook een beetje moeite te raken. Pakken! Oeh, gelukkig, gelukkig. Nee, dat is niet goed. Oeh, gelukkig, keeper het. Oh, wat? Nog een schot van hun en dan is de wedstrijd afgelopen. We winnen weer met het kleinste verschil. En ja, in de tweede helft hebben we heel slecht gespeeld. Gelukkig deden we het in de eerste helft dan weer heel goed. En nu komen we dan op plek overstaan derde. Dat is heel erg goed. Ik ga deze wedstrijd nog simuleren tegen Charleroi. En we spelen gelijk 1-1. Volgende wedstrijd is tegen Antwerpen. Maar dat wordt dan. Maar dat is voor de volgende video. Dus ik wil bedanken voor het kijken naar deze goed nieuwe video. Vond je deze video leuk? Geef deze video dan zeker een like. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video dus. Doei doei.